Hallo, ik ben Avrand Korsius, columnist en ik ga kijken in het Allard Pierson collecties van de Universiteit van Amsterdam. Ga je mee? Ik zit hier bij een vriendenboek uit de 18e eeuw. Het was van een student en die heette Dijman. Deze Dijman had dus bij zijn studie in Duitsland ook vriendinnen gemaakt. En die vriendinnen die gingen dan borduren in zijn vriendenboek. Dus die maakten, ja, ik begrijp eigenlijk helemaal niet hoe je dat doet, in het papier borduurwerkjes. En mensen maakten hele bijzondere dingen voor elkaar. Ze plakten hun eigen haar erin, ze maakten een ets, ze maakten een heel klein olieverfschilderijtje. En ik voel me altijd het meest verbonden met het verleden als je iets ziet wat echt van iemand zelf is geweest en wat echt uit het dagelijks leven komt. En dat is dit echt wel. Dit object en heel veel andere kun je vanaf half september in het Allard Pierson bekijken in de tentoonstelling Van Nijl tot Amstel.